Vandaag gaan we een caipirinha maken. Een Braziliaanse klassieker. Een drankje wat je lekker in de zomer gaat drinken, als het lekker warm is. Kun je allemaal verschillende varianten op loslaten met aardbeien, met ananas, met ander rood fruit. Maar vandaag laat ik jullie zien hoe je de perfecte klassieke caipirinha kan maken. Het eerste ingrediënt wat je nodig hebt is een verse limoen. Om te kijken of die nou goed bruikbaar is, rol ik hem altijd eventjes over de snijplank. Hij is wat zacht, dus er komt veel sap vanaf. We gaan hem in 8 partjes of 8 kwartjes snijden, omdat dat makkelijker te muddelen is. Je hebt er in dit geval 7 nodig, die gaan zo in het glas. En dan voegen we wat suiker aan toe. Zelf gebruik ik suikersiroop, dat mengt wat makkelijker. En dan is de smaak in je drankje beter verdeeld. Dat doe ik op de barlepel. Dus 5 milliliter per barlepel. In totaal gebruiken we 20 milliliter. Nu is het tijd om te muddelen. Goed aandrukken en een draaiende beweging maken. Doe het met beleid, want anders schiet het alle kanten uit. Perfect. Nu gaan we ijs toevoegen. Dus een goed schepje crushed ijs. En nu gaan we de cachaça toevoegen. We noemen het ook wel de Braziliaanse rum. En dat is gemaakt van suikersap. 50 milliliter schenken we in het glas. En nu is het tijd om het laatste beetje te doen van het bereiden van de caipirinha. In dit geval het roeren, oftewel het stirren. Dat doe ik met de onderkant van de barlepel. Netjes met een servetje erbij, dat je het glas niet aanraakt. En dat doe je niet heel rustig, juist heel snel. Alles is nu gemixt, gekoeld en er is zelfs een klein beetje verwatering ontstaan. Anders zou het te sterk worden. Dus nu wordt het tijd om hem dus te presenteren. Nog een beetje crushed ijs erbij. Mooi bolletje erop. En we hebben van de 8 kwartjes nog 1 kwartje over. En die gebruik ik als garnering. Zeg ik, proost.